Meneer Breem, u bent ruim 40 jaar de sleutelspecialist van Almelo geweest. Ja. Wat heeft u doen besluiten om met uw zaak op te houden? Ja, de leeftijd. Dat een beetje wat minder werken. En het kwam eigenlijk in de stroomversnelling doordat het pand zo snel verkocht werd, wat ik niet had verwacht. Dus vandaar dat het allemaal een beetje erg snel gaat de laatste weken. Hoeveel Almeloers, schat u, zijn de afgelopen jaren bij u geweest? Oh, dat zijn er echt veel hoor. In 40 jaar. Ja, dat kan wel in de honderdduizenden lopen, denk ik. En heeft u ook een specialiteit? Ja, specialiteit is alles kunnen maken waar ze mee komen. Alle sleutels. Het kwam geen twee keer in het jaar voor, denk ik, dat iemand wegging, dat ik moest zeggen, want dat kunnen we niet. Ik kan me voorstellen dat u de afgelopen 40 jaar wel een aantal verzoeken heeft gekregen om bijvoorbeeld een bankkluis open te maken. Ook dat hebben we ook gehad. Niet alleen bankkluizen, maar ook kluizen bij particulieren. Ja. Als ze dus sleutel van kwijt waren of het niet meer open ging. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik heb één keer gehad bij een klant die had de kluis al weken dicht zitten. Maar had papieren nodig die in de kluis zaten. Dus ik zeg, ja, had al een keer eerder gebeurd, hij zegt, dan moet ik mijn godsnaam openslijpen. Want dat was een behoorlijk gecompliceerd slot dat erin zat, dus dat was zo niet open te krijgen. Dus die kluis hebben we opengeslepen en die man had ook nog een nieuwe kluis gekocht. En een paar weken later kwam ik hem tegen en zegt, ja, zegt hij, drie dagen later hebben we de sleutel teruggevonden. Kunt u zeggen wat nu het meest bijzondere klusje is geweest waarvoor men bij u is gekomen? Een kluis gekocht van een bedrijf. Die belde op van ze gingen een beetje verbouwen en er stond een grote kluis en die stond ze in de weg en die hadden ze al jaren niet meer gebruikt. De sleutels hadden ze ook niet meer. En of ik daar belang bij had, dus ik heb die kluis opgehaald en hier achter in de werkplaats gezet. En na een paar weken ik denk, ach, ik zal hem eens openmaken. Eens kijken of ik hem nog kan verkopen of zo. De sleutels bij maken. En ik maak die kluis open en dan zit hij volop. Met allemaal papieren en kentekenbewijzen en een geldkist en nou, daar zat van alles in. Dus ik dat bedrijf gebeld, ik zeg sowieso, ik zeg er zit van alles in die kluis sieraden en dat is vreemd. Ik zeg ja, op kentekenbewijs staat die en die naam. Dus dan zaten vier of vijf kentekenbewijzen in van auto's. Oh, zegt hij, dat is onze oud-directeur. Ik zeg, nou, dan is dat waarschijnlijk de kluis van de oud-directeur en die man die kwam een paar uur later al in de winkel en dat bleek, die was al jaren weg bij dat bedrijf. Maar die had daar, zijn kantoor had die kluis staan en zo heel af en toe, daar kwam hij daar nog eens. En dat, om wat uit die kluis te halen of erin te leggen, maar niemand wist daarvan. Dus die man heeft hier zijn spulletjes opgehaald. Waar moeten mensen nu naartoe wanneer ze een sleutel missen of wanneer hun slot kapot is? Ja, als het slot kapot is kunnen ze nog bij mij terecht. Maar voor sleutels bijmaken, naar collega bedrijven hier in Almelo. Hoe kan men u vinden? Gewoon op de oude website, Breem Sleutelspecialist, met het oude telefoonnummer nog. En